Iedereen is wel eens door een break-up gegaan, zo ook wij. In deze podcast bespreken we onze break-ups. Want hoe ging dat eigenlijk? Hey schat, even tussen jou en mij, hè? Ik word afgeperkt. Ja, ik weet het. Ja. Ik heb nog zo tegen je gezegd, geslachtsdelen uit beeld houden. Ja. En mensen worden daar echt zenuwachtig van, denk ik. Ik moet zeggen, toen ik de mail binnenkreeg, werd ik ook even zenuwachtig. Ook al stonden er allemaal fouten in. Maar toch was denk het Nederlands? Van... Ja, het was wel Nederlands. En ze zei gast en dat soort dingen. En dat hij zo geweldig was in hekken. En toen dacht ik wel van ja, als je zo goed bent in hacken, dan moet je gewoon alvast de PC overnemen. Ja, dan kan iemand echt PC, zien van... Het is een Mac, maar hij had me gehackt en had allemaal filmpjes van me. En die wilde hij online zitten rukken. En ik denk, nou ja, er is niemand die dat wil zien hoor. Het zal vast wel bestaan, maar dat hoeft niemand te zien, denk ik. Ik vraag me af of dat zo'n hele collectie is onbekende mannen die rukken. .nl. Maar je hebt natuurlijk wel... Kijk, ik moest €1200 aan bitcoins betalen. Bitcoins ook nog eens. Ja, bitcoins. Ja, tuurlijk. Ze willen niet getraceerd worden. Maar ik denk dan van, oké, dus je kan een filmpje in elkaar flansen dat ik zit af te trekken bij kinderen. Want dat zou je dan kunnen doen bijvoorbeeld. Dat is het ergste scenario. Oh. Ja, dat is wat ze dat is wel eng. Doen. Maar, is het wel handig om het op je af te roepen, dit? Nee, dat weet ik niet. Misschien over twee dingen zit ik hier wel heel anders erbij. En dan heb ik ineens wel echt probleem. Dat zou wel een van de grootste nachtmerries zijn van ja, een man en een vrouw eigenlijk. Dat er iets uitkomt. Ja, dat je iets met kinderporno of zo. Dat is ook, mag dat wel zeggen? Wordt dan gevlekt. Ik kan het eruit filteren. Ja. Iets met kindertjes. Ja, dat is zo. En ze kunnen als je echt geïnfiltreerd bent... kan je ook echt kinderporno planten op iemand zijn... Ja, dat vind ik dus heel erg eng. Ja, dat vind ik ook wel eng, ja. Want ik weet nog wel dat toen ik jong was... dat ze toen erachter kwamen dat één die bij dat ochtenddansen op die platformen... Ja, die man, Nederland in beweging. Die Indische man, toch? Ja, ja. En daar hadden ze dat gevonden op die computer. Ja. En dat weet ik nog wel, dat ik dat best wel indrukwekkend vond. Hij had zelf ook kinderen en nou ja... Ja, weet je wat het is? Kijk, als je op websites zit, dan weet je nooit hoe iemand zijn leeftijd, hoe oud het is. Maar je gaat ervan uit dat de meeste websites waar je normaal kan komen, gewoon dat daar geen kinderporno op zit. Al schijnt het zo te zijn dat het niet helemaal waterdicht is. Maar goed, daar ga je in ieder geval van uit als gebruiker. Ze hebben daar toch een speciaal team ook voor? Ja, volgens mij wel. Maar dat planten, dat lijkt me wel intens inderdaad. Kijk, ik weet van mezelf, dat is niet mijn genre waar ik geïnteresseerd in ben. Je gaat voor aged like wine, toch? Fine wine. Nee, ook niet daarover, maar gewoon, ja, dat ook weer niet. Maar gewoon niet, ik weet dat ik dat niet doe. Maar inderdaad, als je geframed wordt, dat lijkt me best wel een dingetje. Zo, dat lijkt me echt een grootste nachtmerrie. En dat dat eigenlijk best wel makkelijk zou kunnen, denk ik. Weet je wat het raar is? Dus ik zit in mijn hoofd, ik ben 33 natuurlijk. Het is dan ook... Ik voel me nog geen 33 in die zin. Maar het is, je kan heel strafbaar eruit komen, laat het zo zeggen. Als mensen inderdaad dingen planten en dat soort trouwens, dat is ook dan moet je hier maar niet te... Ik ga niet in het universum roepen. Niet te veel in het beeld. Zeg maar jezelf in... Nou ja, het overkomt vooral machtige mensen, toch? Ja, maar ik heb een YouTube-kanaal, dus het zou natuurlijk ook nog kunnen zijn... Ja, maar je bent toch niet machtig? Nee, machtig ben ik niet. En je bent toch geen gevaar voor anderen die uit de weg geruimd worden? Ja, als hij €1200 wil en hij wil het heel graag. Ja. Met 1200 doe je het toch niet voor, kom op zeg. Ja, iemand hacken, risico nemen voor €1200. Ja, maar ja, als jij 20 mensen op een dag hackt voor €1200... Ja. Tikt aan hoor. Het is illegaal. Ja, ik zou denken van ja, ik ga het sowieso niet betalen en zet mij online dan. Succes. Ja, het gaat ligt eraan natuurlijk. Stel je voor dat ze het echt al bewerkt hebben naar je toesturen. Ja, maar heb je ooit in Nederland gehoord dat er iemand helemaal achter de tralies is gekomen omdat die... Ik vind het een eng onderwerp. Ja, ik ook. Jij wil ineens een onderwerp bespreken omdat het in onze nabije omgeving speelt. Nou ja, het ging over een break-up van iemand. Ja. En toen... We zijn even met een hersenen aan het gooien. Toen waren wij aan het discussiëren over... break-ups. Ja, toen ging het over, zou jij... een beetje jaloers zijn of gun je iemand de wereld. Daar hadden we het eigenlijk over met z'n tweeën. Toen dacht ik, moeten we eigenlijk even stoppen nu? Stop. Microfoon ervoor zetten. En praten. En gaan. En toen kwam ik helemaal afgeperst. Toen werd je afgeperst. Dacht ik, ook alweer echt een naar moment om de podcast op te nemen. Ja, weet ik, dat was nog een zwaar moment. Maar goed, break-ups dus. Ja, break-ups. En dacht ik, laten we over onze... break-ups hebben. Ja, dat is nou echt een onderwerp waar we het echt 1000 keer hebben over in de week ongeveer. Jij bespreekt altijd al je... ik vind het heerlijk om al vorige relaties te hebben. Ja, je hebt er maar 3 gehad. Zoveel is het ook weer niet te bespreken. Nee, jij ook toch? Ja. Ja, dus dan kun je... ja, ik vind het gewoon heerlijk. En ik vind het dus ook heel fijn dat jij ook zo lekker veel erover praat. Nou, doe ik dat? Ja, wel. Want daardoor kan je ook... Ja, ik had dus... ik heb dus een ex-vriend die nooit, maar ook nooit over vorige relaties wilde praten. Ja. En dan vond ik was heel nieuwsgierig van, ja, hoe was dat dan? En wat deed je dan? En hoe wat deed je dan? In welk gebied? Ja, wat deed je dan overdag? Weet je? Oké, overdag. Niet in de avond. Of ging je wel eens op vakantie met diegene? Of hoe waren de gesprekken? Wist je echt helemaal niks? Hoe was het intieme moment? Waren de intieme momenten? Je wist helemaal niks. Echt nul. Niks. Nul. Noppes nada. En alle informatie die ik had, moest ik van zijn Facebook of zijn Instagram afhalen. Nou, hij plaatst wel veel op zijn Instagram. En dan... en dan kon ik zo pinpointen wanneer wat was. Hij staat er nog steeds op zijn Instagram. Huh? Hij staat er nog steeds op zijn Instagram. Ja, hij hield er niet zo van om dat allemaal weg te halen, maar hij hield er ook niet van om over te praten. Gek eigenlijk, als ik er nu zo over nadenk. Dat is heel contradictorisch. Heel gek. Ja, dus nu voor het eerst dat ik besef van, hij wil het er nooit over hebben, maar hij wilde ook nooit zijn vriendinnetjes van zijn Instagram afhalen. Ja, ja, mijn relaties, twee daarvan, die soort van, ja, die hebben online afgespeeld. Die heb ik gezien. Dat is waar ook inderdaad. Eentje niet. Ja. Dus jij gaat geen uitspraken doen, denk ik. Ik ga geen uitspraken doen hierover. Nee hoor, ik kan gewoon genoeg uitspraken doen. Nee, maar gewoon, we houden het netjes, toch? Ik weet niet. Ik weet niet wat voor de een netjes is voor de ander misschien niet netjes. Nou, ik vond het wel grappig om het erover te hebben hoe we relaties uitmaken. Maar toen zei jij, ja, ik heb eigenlijk nooit een relatie uitgemaakt. Eentje, soort van. Soort van, ja. Ik ben altijd gedumpt. Ja. Jij hebt ze altijd gedumpt. Ja, zeker. Nee, maar het was niet altijd een keuze, hoor. Het is altijd een keuze. Niet iedereen geeft je een keuze. Je kan ook bij iemand blijven. Ja, dat vond ik geen optie. Maar goed, relaties en uitmaken daarvan. Ja. Vind je het fijn om te doen? Of wat? Hoe wil je dit onderwerp aanvliegen? Nee, ik ben hier een beetje zenuwslopend. Zenuwslopend, ja, wat vond ik dat. Nou, ja, kijk, mijn eerste relatie kon ik echt niet anders. Want die had dingen geflikt, waardoor ik dacht, ja, ik kan jou nooit meer vertrouwen. Durf je er iets over te zeggen? Nee, ik hou het even bij dingen geflikt. Ja. En, ik vind het namelijk altijd als mensen dan praten over pas dingen... en dat je dan hoort, hij heeft dingen geflikt, vind ik altijd zo oké, je had, had stiekem zijn camera neergezet op een intiem moment. Oké. Ja, en dat had ik al 1 miljoen keer gezegd dat ik dat niet wilde. Hm. En toch deed je dat. Ja. En toen ik daarachter kwam in combinatie nog met een hoop andere meuk... toen dacht ik, nee, nu is het voor mij klaar. Ja. Dat is gewoon, gaat me te ver. Maar dat was mijn eerste relatie, dus ik wist ook niet echt heel veel dingen wat normaal was. Je vindt niet erg om te denken. Ik zeg het alleen maar omdat ik het altijd zo vaag vind. Als mensen zeggen van, ja, had dingen geflikt, dan denk ik altijd van, ja, maar wat dan? Ja, eigenlijk vind ik het helemaal niet zo raar om dat te zeggen. Nee, toch? Want hij is het fout begaan, jij niet. Verwijderd ook. Ja, maar daarnaast is het niet verwijderd, dan ik zag er echt goed uit in die tijd. Ja, daarom. Ja, dan zou je toch ook denken van, ja, oké. Maar weet je wat het is? Als je mensen niet... als mensen dat soort dingen dus niet bespreken, wat er dan precies gebeurt... Is wel waar, dan weten we andere mensen ook niet van... Kijk, iedereen weet dat het niet klopt. Maar aan de andere kant, misschien zit er iemand in een relatie die denkt van... Ja, ik heb het ook al vaker aangegeven. Nou ja, ik vind wel echt... sommige mensen vinden dat helemaal oké en die willen dat ook samen. Maar om iets te filmen, maar beslissen het dan ook echt samen. Ja. Dat vind ik het meest belangrijke. Ik hoorde wel van toen ik het daar toen in die tijd over had met andere mensen... zeiden ook wel wat vrouwen tegen me van... oh ja, als mijn man dat zou doen, zou ik... ja, nee, ja, zo zijn mannen nou eenmaal. Ja, dat vind ik echt niet normaal. Nee, zeker niet als je het niet wil. Kijk, ik heb een keer... toen kwam de andere partij ermee om het op te nemen. Niet een relatie die online is geweest trouwens. Oh, okay. De eerste relatie. Toen hebben we dat gedaan. Met een camera die ik van school had. Wat erg trouwens. Was je niet bang dat dat want ik weet, ergens gelinkt stond of zo? Nee, want ik weet goed hoe ik data kan wissen. En zo. Oh. Toen hadden we teruggekeken. Toen dacht ik, oké, dit doe ik nooit meer van mijn leven. Dat ziet er echt niet uit. Dat ziet er zo niet uit. Ik was begin 20 en ik dacht, ja, je wil eens wat, hè? Je probeert eens wat. 19 was ik trouwens volgens mij. Ja, maar het is ook eerlijk gezegd natuurlijk, tenzij het voor een echte professionele opname is. Als je op een statief zet en daarnaar kijkt, dat kan eigenlijk nooit goed uitpakken. We zaten allebei gruwelend naar te kijken. Zo van, oké. Van dit is het. Dit is het, oké, dat ziet er niet uit. Wegwezen. Maar als het niet inderdaad wederzijdse dingen. Nee, en als je al heel vaak aangegeven hebt van nee, dan is dat echt niet oké. En ook niet zo zijn mannen, dat vind ik echt bullshit. Dat is echt grootste onzin ooit. Ja. Mannen zijn niet zo. Mensen in het algemeen zoeken grenzen op. Er zijn dus wel, wat ik kan begreep, is dat dus wel vaker gebeurt dat het gewoon neergezet wordt. En dat zo'n vrouw het ook nooit van af weet. Oh, ja? Dat het dan in een persoonlijke collectie of tussen de vrienden door wordt gestuurd of zo. Maar ik vind dat echt schandalig. Ja, ik snap dat nooit zo goed, waar die gedachtegang dan gaat dat je dat wil doen. Nee, want er zijn genoeg vrouwen die het wel leuk vinden om het op te nemen. Dus doe dat daar dan gewoon mee. Precies. Nou, precies. Maar ja, het is natuurlijk nog spannender als het allemaal... Maar dat was dus de reden dat het uitging? Nou, dat was een reden. Hoe is die break-up toen gegaan dan? Toen ik daar 2 seconden later achter kwam, toen was het gelijk klaar eigenlijk. Toen heb je gelijk gezegd, klaar? Ja. Ja, dat was voor mij een grens. Maar ik was wel eigenlijk een beetje klaar ermee. En toen gebeurde dat en toen was het voor mij gewoon heel makkelijk om dan te denken, nou, dat gaat me echt te ver. Ja. Want hoe kan je ook nog ooit iemand vertrouwen? Dat kan toch gewoon precies, niet meer? Het slaat echt nergens op. Kan je niet meer van terugkomen uiteindelijk. Ik vind het wel knap dat je het durft te delen hoor, in die zin. Toch ook voor jezelf. Ja. Want ik denk inderdaad dat er wel mensen zijn die hiermee vaker te maken hebben. Ja. En dat dan denken van... Ja, en dat andere vrouwen inderdaad zeggen van... Ja, zo zijn mannen. Ja, maar het was ook... Ik stel mezelf dan wel gerust met dat er eigenlijk helemaal... niks op beeld stond, omdat ik aardig snel erachter kwam. Mm. Maar dat ik... dus de echte daad staat er niet op. Nee. Dus dat vind ik wel gerust op. Mm. Maar als het helemaal erop had gestaan... weet ik niet of ik hoe ik daarmee om had kunnen gaan. Ik kan me voorstellen. Nou. Maar je hebt nooit gezien dat het verwijderd is. Jawel, ik heb het gezien. Maar en toen ik daaraan terugdacht, dacht ik van... ik had de telefoon moeten pakken. Ik had hem moeten stampen en in het toilet moeten... Ja, je had gewoon inderdaad kaart tegen een nachtkastje of zo moeten klappen. En toen was ik helemaal... je bent flabbergasted. Ja, en ik maar zeggen van verwijderen. Toen heb ik wel gezien dat hij de prullenbak in ging. Maar ik denk, ja, je weet nooit wat hij doet. Wel naar de politie geweest. Aangifte gedaan. Ook nog, ja. Maar ja, die zeiden van... wij gaan niet zijn telefoon ophalen of wat dan ook. Ja, dat doen ze niet zoveel mee, hè? Pas als het online verschijnt kun je het aangeven... en dan kunnen ze hem boete geven, denk ik, of zo. Ja. Maar toen dacht ik, daar heb ik toch geen kut aan. Nee, zeker. Toen heb je het dus uitgemaakt. Dus dat ging wel redelijk simpel dus. Simpel in de zin van dat je dacht van nee... Ik vond het wel lastig. Het was mijn eerste relatie natuurlijk. Dus dat was ook in één keer helemaal in klap weg. Mm. Maar het maakte het wel een stuk makkelijker. Omdat ik dacht, zo laat ik mezelf niet behandelen. Nee, wel goed dat je eigen grenzen daarin aangeeft en kent. Ja. Sommige mensen gaan er dan toch overheen. Ja, maar ik heb er dan wel even liefdesverdriet van gehad hoor. Ja? Maar ik denk ook vooral verdriet om hoe het allemaal gelopen is dan. Ja. Ik denk dat je daar ook... Het is misschien niet altijd het gemis van de persoon... maar ook dat de hele situatie opeens anders is. Ja. Je hele leven. Toch? Zeker. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. De eerste relatie die bij mij uitging... werd gedaan door de tegenpartij. Mm. We zitten nog wel een beetje in partij tegen partij... omdat we de Dropouts hebben zitten kijken, de serie op... Top? Oh, yeah. Ja. Nee, zij... het was een jaar nadat mijn ma overleden was. En was rond mijn verjaardag. Ik weet nog, in april ergens volgens mij. En ik werd steeds somberder. Omdat ik gewoon in een half jaar of een jaar bijna... niet echt bij stil had gestaan. Een beetje weggedrukt en zo. Weg van gevlucht. En ik werd steeds somberder. En zij was wat jonger dan ik. Dus ze... kon daar ook niet zo goed mee omgaan, wat ik me goed kan voorstellen. Toen niet, maar nu wel. Ja. En toen heeft ze het via telefoon volgens mij uitgemaakt. Oh. Ja. Toen hebben we elkaar nog wel een paar keer gezien daarna. En op een gegeven moment was het zo... dat was natuurlijk devastating. Hoe noem je dat? Ik was verdrietig en ben toen met mijn pa naar Den Haag, Antwerpen gegaan. Oh, leuk. Ja, was op Koningsdag volgens mij, of Koninginnedag toen nog. Oh, dat vind ik helemaal kut, zo'n feestdag. Ja, voor mij had ze het toen uitgemaakt. Ik kan me herinneren dat het op zo'n soort dag was. Of een dag daarvoor of zoiets, weet je wel. Mm-hmm. En toen was ik daar... en natuurlijk in het begin hou je nog hoop. Toen hebben we nog een paar keer afgesproken. En, maar dat was ook... Het laatste deel van die relatie was ook niet helemaal kosher meer vanaf haar kant. Nee. Ik weet niet of ze vreemd is gegaan, maar het zou wel kunnen. Ja, kom je ook uiteindelijk nooit achter. Toch? Niet helemaal, nee, inderdaad. Ik heb mijn twijfels erbij, laat het zo zeggen. Ja. Je bent jong, dus nu denk ik echt van wat maakt het eigenlijk uit? Maar toen voelde het wel heel heftig. Ja. Dat was ook mijn eerste relatie overigens. Ja, dat zei ik trouwens al. Maar het voelde verschrikkelijk, Als iemand, want je voelt je, dat is echt een persoonlijk iets natuurlijk, dat iemand je verlaat. Ja. Dus ik kan me dat goed voorstellen. En toen hebben we nog wel een beetje contact. En op een gegeven moment leerde ik Sas kennen. Mm. En toen zei zij ineens van ik zou het toch wel weer willen proberen of zo. Oh, echt? Ja. Heb je me nooit verteld? Ja, heb ik wel verteld. Hoor. Oh, nee. Maar ik weet nog dat we bij haar bed zaten en dat ik dat zei. Nee. Toen had ik zelfs helemaal niet. Nee, dat is helemaal niet waar. Oh. Maar toen was ik er een beetje overheen. Dat was het. Het was namelijk, het kan ook helemaal niet, want het was bijna een jaar later. Dat, toen had ik geen contact meer met haar. En toen zei ik tegen haar van ja, ik voel het eigenlijk niet echt meer. Dat voelde toen best wel chill eigenlijk. Om dat tegen de ander te moeten kunnen precies zeggen. Dat ik dacht van ja, dit past toch niet helemaal. En toen hoeft het van mij niet meer. Nee. Toen hebben we elkaar nog één keer gezien, daarna weet ik. Toen kende ik Saskia wel. Toen vroeg ze een keer of ik wilde wat drinken. Toen zei Saskia, ja, dat mag voor mij. Ja, ik denk niet dat ze het zo leuk vond achteraf gezien. Nee. Maar ik kan me ook wel voorstellen. Maar toen vond ze het niet zo erg. Toen dacht ik ook helemaal... Toen dacht ik ook, ja, jij bent helemaal niet de persoon waar ik nog op zou vallen of zo. Toen ik haar weer had gezien en zo. Nee. Zo vreemd dat je dan toch een beetje zo... Ja, het is ook weer uit je leven of zo. Het is ook maar, het heeft ook maar 9 maanden geduurd. Dus in principe is het ook niet zo'n hele lange relatie geweest. Maar ja, ik denk ook... Uiteindelijk, als je eerste relatie... dan wil je het misschien ook heel graag allemaal meemaken. Ja. Dan kijk je misschien ook niet heel goed... of is het helemaal het type waar ik... en hoe weet je nou echt wat je type eigenlijk is? Nou, niet op die leeftijd. Niet als je 19, 20 bent, dan ben je nog een beetje... En natuurlijk zijn mensen die dan ook bij elkaar komen... en hun hele leven bijna bij elkaar blijven. En dat kan echt wel. Ja. Dat je toevallig de goede hebt, maar dat is... ja, in de huidige maatschappij niet per se iets dat ik denk... De huidige maatschappij. Nee, want iedereen denkt dat het gras groener is aan de overkant. Ja, dat is echt een crime eigenlijk, hè, als je daarover nadenkt. Je denkt altijd dat je iets beters kan krijgen. Maar je denkt dat je miljoenen opties hebt. Dat is onzin. Dat is onzin. Dat is ook zo gek, want als je als vrouw op datingsites gaat... nou, dan heb je duizenden mannen om uit te kiezen voor je gevoel. Zo. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, je denkt het. Maar je denkt het. Omdat er al die plaatjes staan, iedereen die, waar je match mee bent. Mm. Maar dat zegt helemaal niks. Of het dan ook echt... Nee, of het een optie is überhaupt. Nee, als je daar niet stil bij staat... dan kan je fouten maken, denk ik, daarin. Als mens zijn, dat je iemand die je dacht van... nou, dat is eigenlijk wel leuk, maar... ja, dat en dat vind ik toch niet zo. Dat je dan denkt van, ja, er is altijd iets beters. Nee, ja, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar ja, al is er iets beters als je al iets goeds hebt. Is ook zo. Dat vind ik ook altijd bij Love Island als we dat kijken. Oh, ja. De laatste keer hebben we het samen gekeken. En dan zeggen die mannen en die vrouwen altijd van... ja, maar ik moet wel mijn ogen open houden voor als er iets anders binnenkomt... wat misschien nog beter bij me past. Maar dan denk ik vaak, ja, maar als je iemand hebt die je leuk vindt... Ja, en bij Love Island gaan ze toch allemaal uit elkaar bijna. Ja, dat maakt het allemaal niet uit. Maar ik vind dan gewoon, zelfs al zijn ze 2 weken helemaal al happy met elkaar... dan nog zeggen ze van, ja, maar als er iemand komt die nog beter bij me past... Ja, maar waarom moet het altijd beter? Ja, waarom kan je niet tevreden zijn met hetgene wat je nu hebt? Ja, dat is toch dat is echt de huidige tijd. Ja. Mensen denken altijd meer keuzes te hebben. Ja. Omdat we ook fucking veel keuze hebben. We gaan naar een supermarkt, kijken eens in schappen... hoeveel keuze hebben we wel niet? Ja. Dus dan denk je waarschijnlijk op liefdesgebied ook... dat je superveel keuze hebt, wat onzin is. Nee, maar ik had wel altijd hoop als iets uitging... dat ik nog wel iemand tegen zou komen. Ja, snap ik. Ja, ja. Dat is ook, zou ook stom zijn als je dat niet hebt, toch? En toen mijn tweede relatie was gelijk 7,5 jaar. Zo, dat is echt vet lang, hè? Ja. Ja. Dit is mijn langste relatie. Dank je, schat. Ja, dank je. Wat heb je ervoor gedaan, schat? Niet zoveel, gewoon lang blijven. Ja. Nee, want jouw tweede relatie heeft... 2 jaar geduurd of 3 jaar. Ja, 2,5 denk ik of zoiets dergelijks. Zoiets dergelijks. Ja, mensen zijn minder nieuwsgierig denk ik naar mijn gedeelte. Nee? Hoor. Ik denk dat jij... Nou, dat jou weet ze het niet, meid. Maar goed, die relatie, die heb ik eigenlijk een soort van nooit uitgemaakt. Oh. Want ik vond dat zo eng. Want het was voor het eerst eigenlijk dat ik iets moest uitmaken... wat, ja... Niet per se heel toxic was of zo, nee, snap precies. je? Ja. Dus... Toen had ik het gevoel van dit gaat beter voor me zijn. Maar ik vond dat zo lastig, omdat het was niet alsof we ruzie hadden of wat dan ook. Heb je het wel echt uitgemaakt? Is soms mijn vraag. Ja. Heb je niet gewoon nog een en ik vind het eigenlijk nog lullig als ik daarover terugdenk hoe ik dat aangepakt heb. Maar die jongen was heel vaak bij me en op een gegeven moment heb ik gezegd dat het niet lekker liep en dat ik het allemaal niet zo goed wist. Dat is wat vrouwen altijd zeggen. Ik weet het niet zo goed meer. Ligt niet aan jou, maar gewoon. Ja, die heb ik ook gehoord. Ja. Altijd dat soort bullshit. Ja. En it's not you, it's me. It's not you, it's me. Je weet wie dat bedacht heeft, hè? Nou? George van Seinfeld. Echt? Ja, zegt hij. Oh, ja. Hij zegt dat hij wel... Ja, dat hij dat bedacht had. Dus toen heb ik gezegd, maar we wat meer thuis zijn. Misschien dat dan nog goed komt. Toen was hem er al uit aan het werk, hoor. Ja, eigenlijk wel. En ik denk niet dat hij ooit nog wat tegenkomt van me... of dit hoort of wat dan ook. Maar als dat toevallig wel zo is... sorry dat ik niet duidelijk ben geweest. Ja, maar daar leer je toch van. Hoe oud was je? Gewoon... 26, 25. Oeh, ja, dan moet je wel beter weten. Dan moet je beter... Nee hoor, natuurlijk niet. Dan ben je nog steeds eigenlijk niet echt... Ja, het was de tweede relatie uiteindelijk. Ja, dat zegt niks. Nee, maar ik was gewoon niet gewend dat alles gewoon prima kan gaan. Eigenlijk prima, maar gewoon niet goed is voor je. Ja. Niet goed is voor om verder te komen in het leven, zeg maar. Ja. Dat je gewoon een beetje tegengehouden wordt door de relatie. Ja, voelde dat zo? Ja, dat voelde wel zo. Want we waren eigenlijk allebei heel angstig. Oh ja. En ik was echt stappen aan het maken. En ik had het gevoel dat ik iemand nodig had die wat stevig in zijn schoenen stond, denk ik, of zo. Ja. En ik wist niet echt, plus dat verder waren ook andere dingetjes. Het was niet alleen maar dat, maar het matchte ook niet op andere vlakken helemaal. Nee, precies. Dat dus, hoeft ook niet altijd, hè, natuurlijk. Waar we het want ik zeg ook als iemand zegt... Jij en ik, wij zijn ook allebei angstig. Maar soms gaat het even niet lekker met jou... en soms even niet lekker met mij. En dan zijn we er ook gewoon voor elkaar. Dat kan ook gewoon. Ja, maar wij kennen elkaar... of we kennen onszelf nu wel beter dan bijvoorbeeld jij... toen die leeftijd had en ik waarschijnlijk sowieso. Toen ik met Sas... wij weten ook gewoon van elkaar dat we goed zijn voor onszelf op dat gebied. Dat we er wat aan gaan doen en zo. Ja. Plus dat wij gewoon op andere gebieden ook gewoon best wel een goede match zijn. Yeah. Op hobby's, interesses en dat soort dingen. Yeah. En dat was gewoon wat minder. Dus dat heb ik nooit echt netjes uitgemaakt. Maar, goed. Ik heb eigenlijk gewoon mijn sleutel teruggevraagd. Ja, maar gaan we er gewoon voor? Ja, weet je dat ik dat zo gedaan heb? Ja, maar het is een break-up. Het is toch altijd een beetje onhandig. Ja, vet ongemakkelijk. Maar ik vond het ook zo... Ik vond het sneu... Ja. Omdat ik ergens wist dat ik echt die keuze maakte... en dat het voor hem niet had gehoeven. Ja. Liever niet zelfs, denk ik toen. Maar uiteindelijk, als je niet gelukkig bent... dan gaat het voor de ander ook niet goed zijn. Ja, en ik denk dat ook als je het moeilijk vindt om uit te maken... omdat je iemand nog wel aardig vindt en je wil iemand niet kwetsen... dan maak je vaak verkeerde keuzes, heb ik het idee. Want je wilt eigenlijk iemand niet pijn doen... maar daarin doe je juist iemand pijn. Ja. Snap je? Want je maakt dan vaak... je probeert het verzachtend te doen... en daarin ga je vaak een fouten maken. Dat is echt zoals je zegt van... joh, het werkt niet. Ja. Ik denk dat het beter gewoon... andere kant... dat is super hard. Ja. Maar dat is wel veel duidelijker. Maar dat is ook de minst makkelijke, denk ik. In die zin. Dat is makkelijker natuurlijk om het een beetje... Want in mijn hoofd was het echt... misschien kunnen we vrienden blijven... kunnen elkaar nog zien en spreken. Ja. Maar uiteindelijk heb ik toen ook... omdat ik me zo lullig voelde... gewoon alles in zijn handen gelegd van... en hij wilde geen contact meer... Dus dan doe je dat zo. Ja. Bij mij werd het ook in mijn handen gelegd. Ja, wat je wilde qua contact en zo. Ja. Dat doe je misschien dan toch wel sneller of zo. Snap ik ook wel ergens. Ja. Nu achteraf, als je nu je dit hoor ik je zeggen, denk ik, nu snap ik wel waarom ze het gedaan heeft. Ja. Bij ons ging het uit. De tweede keer gedumpt. Nee hoor, dat zag er ook wel een beetje aan te komen. Want het ging gewoon niet zo lekker. Tussen elkaar en allebei apart van elkaar ook nog eens. Ging het niet lekker. En, maar dat was wel heftig, want ik dacht wel... Ik had in mijn hoofd destijds dat we oud zouden worden. Ja. Dus het was wel even... Het begon natuurlijk eraan te komen. Op een gegeven moment voel je het wel een beetje aan dat er iets begint te borrelen. Een paar maanden van tevoren. Maar het voelde wel intens. En toen ik zei tegen haar van, is het nu uit? En toen zei ze ja. Toen dacht ik echt van, wow. Wow. Toen ging het echt... Toen zakte ik wel een beetje op de grond. En dacht van... Hoe zijn we hier gekomen? Want ik dacht altijd dat het voor altijd zou zijn. Dus dat is eigenlijk de meest pijnlijke break-up ever geweest. Ja, die was wel pijnlijk. Maar dat is ook een heel leven wat je met elkaar hebt. Ja, natuurlijk. Je maakt veel mee. Kijk, ik hoor mensen wel zeggen van... Ja, dan heb ik iemand mijn tijd verspeeld met diegene. En dan denk ik van... Ja, zo zou ik er echt nooit naar kijken. Want je hebt toch met iemand iets gehad. En ik heb het hartstikke leuk met haar gehad. Ook hele leuke momenten met elkaar meegemaakt. We hebben veel geleerd, denk ik, allebei. Ik zou nooit zeggen van het is weggegooide tijd. Kijk, het is jammer dat het uiteindelijk niet blijven werken. Of dat het niet werkte uiteindelijk helemaal. Maar de kans is toch niet zo groot dat je vanaf je begin 20ste bij elkaar blijft tot aan je 80ste. Dat vroeger wel zo was. Deze tijd misschien niet zo, nee. Nee, want ik denk dat wij misschien ook wel anders naar relaties kijken als onze ouders en die ouders daarvoor en oma's en opa's. Nou, ik heb wel het idee dat wij vooral dan vrouwen alles voor hun 30ste niet echt telt qua... Ja? Nou, op een gegeven moment krijg je natuurlijk een beetje... Dus eigenlijk die twee relaties van mij hebben voor die vrouwen in ieder geval niet geteld. Nee, zo lullig bedoel ik het niet. Maar meer dat... Nee, dat drie relaties die niet geteld hebben. Alles voor mijn 30ste was dat. Alles wat zeg maar... richting dat je op een gegeven moment een gezin wil gaan beginnen. Dus eigenlijk is het de enige relatie die ik heb. Nee. Dat is leuk om te horen, dit. Nee. Oké. Okay. Ja, dit is de enige echte relatie. Ja. Oh, leuk. Ja, ja. Nee, zo'n idee krijg ik af en toe. Ja, snap. En we kijken ook wel echt best wel veel YouTube, toch? Mm. En dan zie je ook veel vrouwen die dan aan het daten zijn en leuk en relaties en alles. En op een gegeven moment raken ze een beetje in paniek richting 30. Ja, dat is wel waar, ja. Dat zie je echt wel. Ja, ja. Dat ze denken van, oh, maar ik moet nu wel eigenlijk iemand hebben die ook op hetzelfde niveau of nieuw. Nou, hoe noem je dat? Hetzelfde levensfase zit. Mm-hmm. Die ook een gezin wil stichten. Ja, 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 zeker waar. Ja. Ik heb dat zelf ook nog steeds in mijn hoofd. Hoor. Ook al wil ik nu op dit moment geen kinderen. Mm. Denk ik daar wel eens over na. Ik denk, maar het is zo ingeprent. Ja, je bent perfect op 21. De leeftijd 21 voor kinderen. Ja, zeggen ze. Je lichaam. Maar je lichaam, maar je weet 30. Niet of het geestelijk ook op dat moment kon. Nee, maar ik heb nog wel een idee van... ja, nou, mijn moeder kreeg mij met 37, dus dat is ook nog wel een geruststelling. Maar het zijn allemaal wel dingen die ik herhaal in mijn hoofd. Ja, maar ja, goed, we zitten nou eenmaal wel in... Kijk, we zitten in een tijd waarin mensen steeds ouder worden en dan pas kinderen nemen. Krijgen? Willen, krijgen. Wensen, krijgen. Hopen, denken. Krijgen, toch? Krijgen. Noem het gewoon allemaal op. Daar zitten we wel in. Mm-hmm. Dus het is ook steeds normaler, maar ik snap er ergens wel. Kijk, als een man is het veel makkelijker om te zeggen, ik heb geen biologische klok. Maar ik denk ook dat er wel mannen zijn die een bepaalde visie hebben. Ik heb wel een klok die afpersbaar is. Maar nee, een bepaalde visie hebben, ja. Toch? Ja. Want ik ken ook bijvoorbeeld de man van mijn zus. Die had wel echt een beeld voor zich dat hij voor zijn 30ste wilde die wel... Ja, dat had ik vroeger ook, maar dat is gewoon niet gebeurd. Ja, maar nou ja... bij de ene lukt het en bij de ander niet, toch? Nee, maar ja, het is maar hoe hard je aan dat beeld vasthoudt, toch? Ja, ik hou niet zoveel aan beelden. Maar op een gegeven moment is het dan, als je richting de 25, 26 gaat, denk je van... Ja, dan heb ik nog zoveel jaar om iemand te leren kennen, te trouwen, samen te gaan wonen. En, we trouwen ook nog? Ja, ik zeg maar wat er. Okay. Die idee heb ik allemaal niet meer. Dat is al lang uit me gestampt. Ik vind het wel heftig dat ik nu pas erachter ben gekomen dat ik maar één relatie heb gehad in mijn hele leven. Ja, ik vind het ook wel kut voor je, maar ik denk, ik moet het toch op een manier brengen. Maar goed, de tweede relatie was uit. Het is wel leuk dat we het allebei per relatie kunnen bespreken, want we hebben allebei dezelfde ding. Tweede was uit. Was het voor jou lastig toen? De derde? Uitmaken? Nee, de tweede. Nee, de tweede, daarna. Nee, ik ben iemand die heel veel dingen verwerkt in een relatie. Ja, het was wel over voor jou eigenlijk. Ik was heel veel... ik was daar echt gewoon een beetje afscheid van aan het nemen. En dat is misschien niet helemaal eerlijk voor de ander of zo. Maar dat hoor je wel vaker, dat mensen toch in de relatie al bepaalde ideeën gaan loslaten. Mm. En dus het was voor mij wel even kut weer. Maar ik scheld heel veel in deze podcast. Nee, dat erg. Nee. Een beetje rot weer. Noodweer was het ook. Ja. Nou, het was wel richting de kerst weer, inderdaad. Ja, bij mij ook. Dat was letterlijk 17 december. Een dag na jouw verjaardag. Precies. Ja. Maar wat niet kerst werkt... Kerst is altijd een moment waar mensen het uitmaken. Hè, ja, ik denk het wel, ja. Want dan ga je denken... Dat is bij de derde ook geweest. Dan ga je denken, wil je met iemand een feestdag spenderen? Precies. Dat heb je met die derde nog gedaan, het cliffhangertje. Je weet ook echt alles, hè? Ja, ik weet alles, meid. En ik wil nog iets zeggen. Ja? Ja, ik wilde zeggen, daarna voor mij de tweede relatie, dat hebben jullie allemaal kunnen volgen. En mocht je nieuw zijn op het kanaal. Was echt een geweldige serie, ik heb hem ook gekeken. Daar heeft Guylaine me door leren kennen. Heel leuk vond ik hem. Leuk. Ja, ik vond echt heel leuk. Heb je wel eens gezien hoe ik erbij zat? Ja, ik vond het vooral heel leuk dat je gelijk verliefd was na de eerste ontmoeting. Dat je zo op de grond zit. Dat was iets anders. Grond zit en dat je naar Bradley kijkt en dat je zegt, ik kan toch nu al niet verliefd zijn? Dat hij dan iets van een kreet eruit gooit of zo. Ja, dat was wel lachen. Maar dat was niet die serie. Oh. De serie waar ik aan refereer was dat het uit was. En dat heet Wat Als, kan je op YouTube checken. Dus dat mocht je dat interessant vinden. Ik zal ook wel even een linkje hier... Die andere is niet meer te bekijken volgens mij. Nee, alleen maar als je mijn boek bestelt. Dan kan je dat kijken. Ja, maakt niet uit. Ja, dan heb ik weer echt... mensen verlekkerd op een serie die er niet meer is. Hebben we het gelijk op de derde, kunnen we het moeten ze een boek gaan kopen. Kunnen ze de QR-code scannen, kunnen ze het alsnog zien. Ja, dat is leuk, ja. Het boek is trouwens te koop via de webshop. Er zijn er nog 6. Spawn. Derde? De derde. Af. Ja, de derde was voor mij, voor mijn gevoel, voor het eerst... Krijg je, want ik zie dat het, voor het eerst een volwassen break-up. Oh. Ja, van tevoren aangekondigd, naartoe gereden met de fiets. Oh. Knuffel aan het einde. Klaar. Daarna nog een snackie en een patatje. En daarna toch nog even een snackie en een patatje samen gegeten. Toen was het nog klaar. Kan je er nog iets van over uitweiden of was het gewoon geen match? Het was gewoon geen match. Nee, andere ideeën met toekomst. Ja. Vooral, hij wilde graag toch wat meer carrière gericht. En ik was wat meer, als ik het maar leuk heb met mijn mannetje. Maak geld, maakt me niet uit. Maar ja, dat was gewoon een beetje het verschil, denk ik. Ja. Bij mij was het gewoon te snel naar Sas, denk ik. En daardoor een match die niet helemaal klopte. Ik dacht na Sas, ik wil even iets heel anders. Ik denk dat dat beter bij me past, dat ik wat meer loskom en zo. Mm-hmm. En toen kreeg ik een relatie, die heeft niet heel lang geduurd. Die is ook 2 keer geprobeerd. Maar waar het gewoon steeds op uitkwam dat het eigenlijk niet echt matchte met elkaar. Nee. Dat ik ook niet helemaal zag hoe dat uiteindelijk wel uit zou gaan matchen. Nee, ja, dat is toch vaak... Wel de relatie waar ik in ieder geval de 2e keer het wel zelf heb uitgemaakt. Al moet ik wel zeggen, als ik het niet had gedaan, had ik het zelf waarschijnlijk al gedaan. Dus ik wil nu wel... Eindelijk de credits. De credits, maar ja, goed is het eigenlijk. Ja, maar wat maakt het uit wie het uitgemaakt had? Ik voelde ook bij de 3e relatie eigenlijk dat ik geen keuze had. Yeah. Omdat ik al zou aanvoelen dat... anders had hij het denk ik ook wel beëindigd. Ja, snap ik. Dus dan, ja, wat moet je dan doen? Gaan wachten tot iemand het beëindigt? Of je het zelf ook niet leuk vindt? Ik zit even te denken, hè, voor de thumbnail van deze video. Ja. Kunnen we dan al onze exen neerzetten? Of kunnen we dan de titel Het is uit doen? Nee, dan denk ik dat heel veel mensen gaan klikken. Kan je niet maken. Nee, maar we kunnen wel een gebroken hartje en dan... zo ging onze break-up. Kan ook niet, hè? En dat we allebei zo sad zitten, ja, toch? Ja. Nee. Nou, dan heb je hier in ieder geval de brainstorm meegemaakt. Als je de thumbnail hebt gezien, dan weet je dat je erin een geluid bent. Nou, dat is wel lullig. Ik moet het niet clickbaity maken, hoor. Okay. Want ik wil ook niet niks in de universe gooien. Nee, dat is waar. Dat wij is waar, straks uit elkaar zijn. Nou, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Nee. Maar goed, dat heb ik al een keer eerder gezegd. Je weet hoe dat is gegaan, toch? Ja, maar we zijn nu wel een stuk ouder. Ja, dat is wel meer waar, voor onszelf. Dat is inderdaad ding. Als je nu ouder bent, weet je gewoon wat beter wat je wil... en hoe je in het leven staat en zo. En ik denk dat dat wel echt helpt. En misschien ook durf je wat meer te vragen aan elkaar. Ja, misschien ook wel inderdaad. Hoe zie jij het? Hoe zie ik het? Want als je jong bent, wil je toch vaak bepaalde vragen niet stellen... omdat je de antwoorden niet wil horen. Nee. Ja, de laatste break-up trouwens. Ik was heel veel gespannen in die relatie... omdat ik dacht van het klopt niet helemaal. Maar ik had nooit helemaal door dat het gewoon... het matchte gewoon niet. Dus ik zat de hele tijd de redenen te bedenken, waarom werkt het niet? Waarom voel ik me zo? En dat soort dingen. En toen het uit was, toen viel de juiste spanning soort van me af. Ja. Toen hebben we het weer geprobeerd. Toen kreeg ik al die spanning op een gegeven moment weer terug. Maar het klopte gewoon, het matchte gewoon niet. Nee. Nee, als je altijd het gevoel hebt dat je je anders moet gedragen... of dat je... Niet dat dat trouwens aan de andere persoon lag, hoor. Dat is gewoon als je elkaar niet matcht... Nee, maar of je heel erg je best moet doen om iemand vast te houden... omdat je anders voelt van... die gaat het uitmaken, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Nee. Nee. Als je niet bij elkaar past, dan pas je niet bij elkaar. Maar soms duurt het even dat je erachter komt. Maar ik hoop wel dat het mijn laatste break-up was. Ja, ik hoop het ook echt ook voor jou. Anders kom je achterna of zo? Huh? Anders kom je me achterna? Als dat mijn laatste break-up is? Niet? Ik hoop het voor je. Nou ja, de enige reden waarom het nu uit zou gaan... is als je vreemd gaat of zo. Dus dat kan ik bedenken. Nou, dat hoeft niet. Je kan op een gegeven moment ook uit elkaar groeien. Ja, dat kan, maar dat zie ik niet echt gebeuren. Nee, ik ook niet, maar het kan wel. We laten wel realistisch blijven. Het is niet alsof... Weet je dat mijn eerste vriend ook tegen me gezegd heeft? Hè? Laten we realistisch blijven. En dat ik helemaal in zakken af zat. We hebben het hier al vaker over gehad. Dat we ook weten dat je niet weet over hoe je 20 jaar in je hersenen nog zit. Kijk, ik ga ervan uit dat we voor altijd bij elkaar blijven. Maar je weet het niet. Ik weet het niet. Nee. Ik kan wel zeggen dat ik hoop het wel, maar ik weet het niet. Nee joh, dat is ook misschien ze hebben toch ook zo'n leuke plaatje, Forever Together. Zo'n leuke plaatje? Zo'n leuke plaatje. Ja. Oh, wat is dat nou? Nou, ik zoek hem even op en dan kunnen we nou even erin gooien. Dan moet ik zo om lachen. Dat het Forever Together is als mensen 6 maanden bij elkaar zijn, zeg maar. Ah. Ja. Nou ja, ik zal hem even opzoeken. Ja, leuk dat als je erbij bent, denk ik, of niet? Huh? Zeker nee, het is echt. Ik vind dat een heel grappig plaatje, want je ziet toch heel vaak mensen die dan neerzetten onder een post Forever Together en dan zijn ze. Dus 3 maanden later is het weer uit. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Nou. En de snack van de week is Happy Trails Creamy Brownie. Ja, die is een... nieuwe smaak, maar nieuwe ik vind dat... ze zijn nog niet zo heel nieuw oud, die ballen. Nee, best wel redelijk nieuwe. Ja. Geen oude ballen, best wel nieuwe ballen. Maar dit is een nieuwe smaak. En ik vind het tot nu toe echt een lekkerste smaak. Ja. Hij is echt goed. Ja. Creamy brownie. Het is gewoon melkchocola, maar fantastic. Loving it. Hey, het is met witte chocolade erin, denk ik. Hoe weet je dat? Het staat erop. Krokant graanballetje. Sst, krokant graanballetje. Ja, gewoon even je mel houden en luisteren. Krokant. Nee, er zit witte chocola omheen. Met brownie smaak. Het staat er op de achterkant bij de ingrediënten. Maar het slaat helemaal nergens op, want er zit melkchocolade. Er zit melkchocolade op. Oh, zit ik dat verkeerd te lezen? Ja, ik weet niet wat je zit. Het staat gewoon melkchocolade. Nee, roomsmaak met witte chocolade. Dat staat hier. Moet ik het aanwijzen voor je? Ja, maar het is toch niet wit? Ja, maar oké, de smaak van witte choco. Dus dan hebben ze aan witte chocola dan weer cacao toegevoegd. Dus dan wordt het weer... Nee, nu moet je ophouden. Dat is veel te lastig. Wel lekker. Zullen we maar het laatste dingetje doen? Ja, ik neem even een bal, ja. We hebben nu 3 spellen om uit te kiezen. Dat is wel weer leuk. Spelletje, mocht je hem willen, bol.com. Krijg je een leuk stickervelletje erbij. Doe ik nog steeds, waarom niet? Toch? Ja, dat. Welke zullen we doen? Of gaan we Mero? Doe wel Mero, ja. Oh. Dat is weer even leuk. Die kunnen ze niet kopen, schat. Nee, maar het is gewoon even leuk. Okay. Er zijn vragen in het Mero-spel die ook in ons spel zitten. Is waar. Ga je wel eens in je eentje erop uit? Zo ja. Wat doe je tijdens die momenten? Nou, niet graag. Oh. Nee, niet graag. En hoezo niet? Ik wil hem ook dat jij deze beantwoordt, ja? Hoezo? Leuk. Waarom zit je me zo aan te kijken? Ik vind dat een goede vraag voor ons beiden. Oké, nou, ik ook niet zo... Nou ja, normaal vind ik het niet zo erg. Nu met mijn angsten vind ik het even wat lastiger. Mm-hmm. Maar het is niet degene daar word ik niet het meest blij van in het leven. Nee, ik denk ook... Ik zie veel mensen die helemaal... hashtag you do you, lekker op vakantie gaan in de eentje. Ja. Ik vind het altijd wel knap. Maar ik gruwel bij dat idee. Ja, het lijkt me heel saai. Want ik weet dat ik het wel kan. Ik weet ook dat ik steeds voor dat ik een stedentrip zou kunnen doen. Ik vraag me wel oprecht af, want je zegt het, maar ja, ik weet het niet. 100%. Waarom zou ik niet een trein kunnen nemen, ergens uit kunnen stappen en in kunnen checken? Omdat jij je de weg kwijtraakt. Nee, dat is onzinnig. Ik heb dat jarenlang gedaan in mijn vorige relatie, die dat zelf niet deed. Oh. En omdat jij het nu allemaal van me overneemt, lijkt het alsof ik van niks weet. Maar ik loop gewoon graag... niet? Ja, nee, dat doe jij nu. Ik loop gewoon graag achter je aan. Oh. Want eigenlijk hou ik er helemaal niet van het uitzoeken. Nee, dat is waar. Ik vind het wel leuk. Heerlijk dat jij dat doet. Heerlijk. Maar ik heb het dus wel jaren gedaan. Dus ik weet dat ik het kan. Maar ik zie mezelf dan zo zitten en dan denk ik van... ja, daar heb ik tegen niemand om tegenaan te lullen. Ja, snap ik wel. Ik praat gewoon graag. Ja. Zit ik daar in stilte? Ja, ik vind het nu vooral door mijn angsten niet heel fijn. Maar ik vind het ook een beetje saai gewoon sowieso. Ja. Kijk, ik kan best goed met mezelf zijn. Ik zat hier ook wel vaak op het kantoor alleen. Of thuis even alleen of weet ik veel wat. Of even alleen naar de stad ging ik vroeger ook vaak. Ging ik vroeger ook alleen wel eens naar de bioscoop. Nou, op zich, sommige dingen zijn wel lekker om alleen te doen. Bijvoorbeeld, ik hou wel van alleen shoppen. Ja. Kleding shoppen vind ik wel leuk. Snap ik wel, ja. Dan kun je gewoon heel rustig op je gemak. Dus niet zo'n vent die achter je aanloopt alsof je honing aan je reet hebt door zo'n kledingwinkel heen. Ik wil best naar een andere winkel toe, hoor. Ja, maar elke keer van dan blijf ik wel buiten wachten. Oh nee, ja, dat is leuk. Dat doe ik nooit. Dat zeg ik nooit. Oh. Ik zeg altijd van, ik ga wel van een andere winkel. En dan kijk je me zo aan van, nee, ik vind het gezellig als je meegaat. Nee, ik vind het gewoon... dat is wel zo. Kleding shoppen is gewoon handig in je eentje. Want dan heb je met niemand rekening te houden. Dat is wel. Of ik vind het ook wel leuk om het dan bijvoorbeeld samen met mijn zus te doen. Maar ook weer niet, want... je houdt elkaar toch op een bepaalde manier tegen met kleding shoppen. Ja, dat is waar. Goed antwoord, heel moeilijk vind ik het. Tot volgende week, jongens.